Je vertelde net dat je dus weer flink gegroeid was. En toen kwam er een moment waarop je zoveel personeel had dat het wat lastiger werd. Ja, dat klopt, Jan. Dan kom je toch op het moment dat je weet van er gaat iets niet goed. Maar in mijn geval, ik kon daar de vinger niet op leggen. Dus ik heb toen een extern bureau ingeschakeld om naar mijn bedrijf te kijken, naar de processen. Want op een gegeven moment krijg je zelf oogklep op. We waren zo druk met met klanten en met het werk, dat je sommige dingen gewoon uit het oog verliest. Ja. Toen een extern bureau ingeschakeld. Die heeft ons geadviseerd. En heeft geresulteerd in een soort reorganisatie. De club teruggebracht van 16 naar 10 mensen. En dat is in ongeveer 2008 gebeurd. De club echt helemaal anders geformeerd. Andere mensen op andere posities. Eind 2008. We waren er klaar voor eigenlijk. Dus laat maar komen. Ja, in 2009, je voelde hem al aankomen. Toen kwam de recessie om de hoek kijken. Ja. En onze omzet die kelderde enorm naar beneden. Het eerste wat bedrijven doen is bezuinigen op personeel en promotie. Ja, en wij deden aan promotie. Ja. Dus de budgetten werden echt zeer sterk naar beneden geschroefd. En onze omzet die kelder, zoals gezegd, keihard naar beneden. Dus dat werd eigenlijk binnen een paar maanden werd het eigenlijk direct al heel penibel. Ja. En toen heb ik eigenlijk binnen een half jaar al afscheid van mensen moeten nemen die ik met heel veel moeite had binnengehaald. En dat is toch een hele vervelende periode. Zeker als ondernemer, maar ook voor mij persoonlijk. Ja, dat gaat je aan je hart. Bij mij wel. Ja, ja. Dat is duidelijk. En dan die krimp, die zet dan door. Ja, dat klopt. En hoe heb je dan overleefd? Ik dacht bij mezelf, ja, als de omzet er niet is, dan moet ik maar kijken of we hem kunnen creëren. En in die periode was het eigenlijk vrij actueel in die hele recessietijd. Dat ook zeker in Barneveld werd de vraag gesteld van hoe kunnen we de lokale economie stimuleren in een periode dat het eigenlijk moeilijk gaat. En toen ben ik eigenlijk met het initiatief Succesbeurs begonnen. Het idee was erachter om lokaal gevestigde bedrijven bij elkaar te brengen. En daar dus zich regionaal te profileren om daar een stukje slagkracht te krijgen. En zodoende ervoor te zorgen dat de omzet binnen Barneveld bleef. En eigenlijk is dat een traject geweest. En namelijk zegt het al, Succesbeurs heeft mij inderdaad ook succes gebracht. Want ik heb daardoor en een beurs vol weten te krijgen. En ook nog het geluk gehad dat er daardoor hele mooie projecten vrijkwamen. En dat heeft eigenlijk een beetje ons door 2009 eigenlijk heen gesleept. Echt, we hebben langs de afgrond gelopen, Jan. Maar het was in ieder geval gelukt. Dus we hadden die eerste slag overleefd. En toen in 2010 heel langzamerhand verder gegaan. Inmiddels waren we met 6 man. Ja. En daar hebben we die slag mee weten te overleven. Nou, geweldig. Ja, ja, je moet dus flexibel zijn en je moet, kansen creëren. Klopt, je moet flexibel zijn en kijken naar de mogelijkheden. We gaan weer naar een stukje muziek die je hebt uitgezocht. Dit wordt deze keer U2 met Lemon.